Dit is een raar openingsscherm. Maar oké. Okay. Clutton's Kitchen, sublevel 1. Goedemiddag allemaal en welkom terug bij een nieuwe aflevering van Let's Play. Pikmin 2. Ik heb hetzelfde probleem als gisteren, jongens. Ik kan nog steeds niet praten. We hebben een nieuwe cave gevonden in de vorige aflevering. We zijn naar, Perplexing Pool. Ik moest heel even nadenken hoe dat die ook weer heet, hè. We zijn naar Perplexing Pool gegaan en, hebben daar dus, zeg maar, de gele Pikmin gevonden. Gele Pikmin zijn enorm goed tegen elektriciteit en kunnen hoger gegooid worden dan andere Pikmin. Heel erg belangrijk. Ja, we zijn dus deze cave ingegaan en nou is het dus heel erg belangrijk om deze cave te gaan onderzoeken. Dwarf, iets met bulbs, weet ik veel. We gaan ze gewoon killen. Nou, zoals jullie weten, in caves is vijanden, zeg maar, terugdragen niet echt heel erg belangrijk. Wat ik nou ga doen is, ik ga onze paarse squad ga ik dus gebruiken om dus alle Pikmin, om alle Pikmin veilig te stellen. En dus alle vijanden gelijk heel eventjes te verslaan. Aangezien dat we hier ons nog geen zorgen hoeven te maken over elektriciteit of vuur of iets in die trend. Onze paarse is echt ons main attack squad. Moest je hem nou nog een klap nageven? Was dat nou echt nodig? Nee, toch zeker? Oh fijn, er zit er daar eentje binnen. Nee, ik moet hem anders gooien. Ik kan ze daar niet overheen gooien, dat moet ik echt met mijn gele team doen. Ik wenste dat dat niet zo was. Of ik kan hem naar boven lokken, maar blijkbaar kan ik dat niet. Nee, oké, nou, zijn er nog meer hier? Want ja, we hebben natuurlijk heel erg veel treasures. Zit hier iets verborgen? Nee. Want dat zijn namelijk de... ja, dat is eigenlijk een main gimmick van Pikmin 2. In caves zitten de meeste treasures. Oké, nou, nee, we kunnen gewoon... ons paarse team kan gewoon hier blijven. En dan wil ik dus mijn gele team hebben. En nou hoop ik dat dit goed gaat komen. Ja, ik heb ook de witte bij... Oh, ik heb heel veel bij me. Weet je wat? Laten we het heel eventjes hier doen. Jongens, jullie gaan even hier even sorteren. Oké, ik wil de gele hebben. En ik weet dat je van me houdt, maar blijf alsjeblieft een beetje bij de groep daar, ja? Oké, nou, het moeilijke is dus van... We willen dus hem gaan aanvallen. Met gele pik... Oh, we hebben het gelijk goed gedaan. Oké, nou, het is dus heel belangrijk dat ze dat ding inderdaad meenemen. En prima, neem hem dan ook maar mee. Want dat is dus zeg maar de treasure die daar verborgen lag. Nou, we hebben in ieder geval die hoe het beest ook heet. We hebben hem verslagen. En we hebben hier dus een waxkrijtje. En het grappige is, wat hierop staat, Master Shunt Instrument. Hier staat op, als ik het goed kan draaien. Ik kan hem heel moeilijk draaien, omdat hij wiebelt heel erg. Ik hoop dat jullie het kunnen lezen, maar er staat op Mario Paint. Of Paint gewoon. Ik kan het helaas niet laten zien. Ah, maakt niet uit. Nou, het is niet echt veel waard, maar... We hebben hem. En dat was ook eigenlijk de enigste treasure hier op deze vloer. Maar zoals jullie weten, bij caves heb je heel erg veel vloers. Oh, en nou hoef ik niet meer bang te zijn als ik te ver van... Ook al staan ze buiten de boundary, het maakt helemaal niet uit, dat killt geen Pikmin. Daar hoef je echt geen zorgen over te maken. Oké, we gaan dieper met de Pikmin. Ik hoop dat deze cave eigenlijk wel in deze hele aflevering kan doen. Lijkt me wel leuk. En er komen natuurlijk ook nieuwe vijanden. Gevaarlijke vijanden. Vicious. Ha! Eng! Creepy! Mee! Oké. Nou weet ik niet of we hier al de nieuwe vijand gaan hebben. Dus ik ga heel eerst even met mijn paarse team. En dan heel eventjes alles schoonmaken. Oh, we hebben de breadbugs. Oh, sharecrops. We hebben breadbugs hier. Breadbugs zijn, zeg maar, ook best wel vriendelijk. De enige manier waarop dat ze Pikmin zouden kunnen killen is op het moment dat jij een item aan het slepen bent naar het schip toe. Tot hij dan probeert, dat item naar zijn dingen toe te brengen. Dat is de enige manier op waar... kijk, let op. Hij gaat nou... Hier zie je. Pakt hij een vijand. En die brengt hij naar zijn... zijn nest. Sugarbugs. Maar ja, het nadeel is dus... Breadbugs die zullen dus ook achter treasures gaan. En dat kan nogal vervelend zijn. Dus daar willen we wel voor opletten.
Even kijken, we hebben daar nog wel een gevaarlijke vijand. Die brengen we gelijk eventjes tot zijn halt. Jij bent een witte, jij bent een female sheergrub, voor jou hoef ik niet bang te zijn. Nou, is er in Pikmin 2 ook een nieuwe manier om Redbugs te verslaan. Je kunt namelijk ook op hun hoofd springen, waardoor dat ze om zouden flippen. Ik geloof dat dit alleen nog gedaan kan worden door paarse Pikmin, tenminste, dat weet ik niet zeker, maar volgens mij wel. En hun zijn ook al sowieso een stuk makkelijker, omdat hun een homing ability hebben. En zo kun je dus de Redbugs ook verslaan. Voor de rest zijn ze eigenlijk hartstikke harmless en hoef je je absoluut geen zorgen te maken over deze vijanden. Alle treasures of dingen die ze hebben gevonden en in hun nest hebben gedaan, zullen uit hun nest op dat moment ook springen. Dus dat moet ik er zorgen over maken. Oké, nou die sheergrub is ook weg. Nou, dan gaan we eventjes deze breadbug heel eventjes... Hallo. Best wel leuk hoe dat dit eigenlijk een beetje in een cartoon... zo'n houten kindertrein... Weet niet, ik had er vroeger ook eentje. Ik weet niet of jullie er vroeger eentje hadden, maar ik had er eentje. Mijn choo-choo train. Ik maakte altijd de gekste sporen erin. Ik weet het, het was raar. Oké, nou, volgens mij is het nou wel veilig. En hier gaat de meter nogal heel enorm te keren. Ja, nou zien we ook gelijk waarom. Dus laten we eventjes de pick-up squad halen. En, oh, ik zie daar nog een... daar is nog een breadbox, jongens. Attack. Pak hem. Nogmaals, ze zijn niet erg gevaarlijk, breadbox. Dus, maar ik wil ze gewoon out of the way hebben tot we dus zeg maar niks in deze vloer gaan missen. Oké, eventjes weer op zijn hoofd springen alsjeblieft. Wop! Dat geluid dat ze maken, geniaal. Oké, nou, die is ook verslagen. Ik weet niet of hij iets boeiend bij zich had, maar goed, we hebben hem verslagen, dat is het belangrijkste. Die paarse Pikmin die hebben nog steeds geen idee waar dat ze nou naartoe moeten, dat maakt niet zoveel uit. Rood, jullie mogen dat genoemen, want ik hoop dat we alles hebben verslagen, maar... Mochten we nou een gele kwijtraken, dan zal dat heel erg pijnlijk zijn. Mochten we een witte kwijtraken, dan zou dat ook heel erg pijnlijk zijn. En mochten we rode kwijtraken, daar valt nog wel mee te leven. Wat ben je toch gemeen, Zelda-player? Ik weet het. Hoort bij het vak. Nee. Ik bedoel, ik zou helemaal geen Pikmin kwijt willen raken, maar volgens mij heb ik alles gecoverd en ik durf geen risico te nemen. Oké, nou vraag ik mij af, zit hier nog ergens? Ja, ik zie hier... Hier gaat een meter omhoog. Oh, hier. Dat is een koekje. Oké. Daar hebben we 5 Pikmin voor nodig, voor een koekje. Ik vind het best. Zit hier nog iets? Nee. Het is toch weer 2 treasures die we dan hier vinden. Dat is alleen maar gunstig. Volgens mij zijn dat alle treasures die we hier kunnen vinden. Waar is het eigenlijk? Zout? Peper? Volgens mij is het zout. Clabber Girl. Baking powder. Oh, bakpoeder. Survival container. Nou, ik denk niet dat je echt kan overleven op een bakpoeder. Maar dat maakt niet uit. Oké, nou, ik heb niet eigenlijk gekeken hoeveel dat waard was. Maar dat maakt niet echt zoveel uit. Dat zie ik dadelijk wel als ik weer... nou ja, jullie hebben het al gezien. En ik zie het wel weer als ik aan het editen ben. Daar niet van. En... Female Sheergrub, ga fietsen. Sheergrubs die zijn het gemeenste. Omdat je weet niet waar dat ze onder de grond zouden zitten. Dan vraag ik mij eigenlijk af. Is dat koekje het laatste? Want daar hebben we namelijk onze entrance zitten voor het volgende. En die Pikmin daar die zit nog steeds vast. Hey Purple, waarom zit je nog steeds vast? Loop er omheen. Loop er gewoon omheen. Loop er... Laat maar zitten. We kunnen jou ook makkelijk over de boord gooien hoor. Dat maakt mij niet zoveel uit. Oké, nou we hebben een koekje. Een spiraalkoekje die altijd zeg maar in die blik zaten. Ik weet niet of je die zo kent. 25. Nee, niet echt veel. Imperative cookie. Nou, ik noem ze gewoon oma's koekje. Nee, dat waren alle treasures. Kijk maar, ja, hij reageert nergens meer op. Hij stuit er nog niet eens meer. Goed, onwards and upwards naar een volgende sublevel. Dus dan heb je elke keer dat je toch je levels een beetje... Ja, het zijn een beetje zeg maar puzzels. Elke cave die je dus vindt. Dus je hebt zowel bovengronds dat avontuur als ondergronds. En ondergronds is elke keer een sublevel. Is eigenlijk een soort van puzzel die je dus op wil lossen. En hallo elektriciteit. Damn, dit wordt gevaarlijk. Hier komen we dus voor het eerst elektriciteit tegen. Heb je geen elektrische Pikmin bij je, dan ben je hier nogal snel de Sjaak mee. Alle Pikmin die geraakt worden door stroom, met uitzondering van de gele dan natuurlijk, gaan instant dood. Er is geen recovery mogelijk. Nou, gelukkig kunnen we deze dus zeg maar uitschakelen, net zoals dat we alle andere hazards uit kunnen schakelen. En hoeven we dus daar ons geen zorgen te maken tot andere Pikmin op het moment dat ze met carry duties bezig zijn, door de stroom heen zouden lopen. Dan hebben we hier een nieuwe vijand. De Pikachu copycat, als een kever.
Weet ik veel. Ik ben de naam weer kwijt. Sorry. Bus Beetle. Sorry, ik ben weer de naam kwijt. De enige manier om deze Pikmin om deze vijanden te verslaan, is om één Pikmin erbovenop te gooien, zodat ze op hun rug liggen en dan kun je ze, zeg maar, aanvallen. Let wel op, dit wil je alleen maar doen met gele Pikmin. Deze beesten zijn namelijk enorm gevaarlijk als ze dus zijn met z'n tweeën, zoals je daarachter al zit. Nee. Hou je flauwer. Oh, fijn, er zit daar een puffy blowhawk, geloof ik dat die heet. Maar als er dus zeg maar met meer dan twee zijn, dan kunnen ze dus zeg maar een stroomschoot naar elkaar afschieten. Alles wat geraakt wordt door die elektriciteit is instantly dood. Dat zijn swarmkillers, echt waar. Ik heb het één keertje gehad in de eerste keer dat ik Pikmin aan het spelen was en nog niet zo veel ervaring ermee in had. Toen ik deze cave binnen was gegaan en dan was ik met mijn hele squad was ik aan het lopen en in één keer poef, was ik bijna al mijn Pikmin kwijt. Dus echt zeer gevaarlijk. Oké, nou we kunnen deze gewoon aan met geel, dat maakt niet echt zoveel uit. Oké, jij gaat weer de lucht in. Nee, jij krijgt geen tijd van mij om... Oh boy, je krijgt wel de tijd van mij. Jij bent... Hoeveel Pikmin ben ik kwijt? Oh nee, deze kunnen dus zeg maar geen Pikmin killen. Maar ze kunnen ze wel deflaueren, wat zeker heel vervelend is. Pikmin die namelijk gedeflowered is... die heeft zijn snelheid niet meer als die we gewend zijn van hem. Jongens, die purple die gaf een heel slecht voorbeeld. Ik weet het, jongens. Oké, nou gooi we eens eventjes achterrapje. Kom op. Dat het bovenop die Pikmin valt is ook absoluut niet erg. Dat is het voordeel. Ik bedoel, die glitch die is zover ik weet wel gepatcht. Oké, nou, hij had nog niet eens een treasure voor ons. Jongens. Ja, kunnen jullie... Hallo. Jongen. Oké, nou, in ieder geval van hem zijn we nou af. En zoals ik dus al vertel, deze beesten die zo onschuldig lijken als je dus alleen maar met gele bezig bent... Die hebben dus bijna heel mijn team. Die hebben in één klap hebben ze dus 70 Pikmin gekilled. I'm not kidding. Zo erg. Nee, jullie hoeven ze niet mee te nemen. Kom hier. Oké, dan kijken of we deze breadbook nog heel even mogen... Nee, het kan dus ook met andere Pikmin. Oké, maar ook al eventjes science. Dat geluid. Wap. Ik vind het eigenlijk best wel vervelend dat ik deze weerloze beestjes eigenlijk zo nou moet killen. Maar ja, nou, soms hebben ze treasure bij zich, dus. Ik hoorde een plow. Oh, hoi, nog één. Oh, jij wil je broertje meenemen. Not gonna happen. Nou, misschien kan ik wel laten zien hoe dat het eigenlijk de bedoeling is om hun dus zeg maar te killen. Op het moment dat dus zeg maar de, ja, snitchbug... probeert iets te grabben. En jij bent dat gewoon terug aan het brengen naar basis. En je hebt meer Pikmin als 3. Of welk nummer dat het dan ook heeft. Dan sleur je dat ding eigenlijk dus mee naar je ship. En dat beest kan niet goed tegen hoofdpijn. Dat zullen jullie zo wel elk moment zien. Roep jij heel eventjes alle andere Pikmin. Anders gaan ze meehelpen. En dan ben ik mijn perfecte gele team kwijt. En dan wil ik even niet. Nou, als je dus gaat kijken. Op het moment dat er dus het schip in wordt gebracht. Krijgt hij zoveel schade waardoor dat hij dus in één keer gekild wordt. Nou, zoveel pokers is het niet waard, jammer genoeg. Maar het is wel een makkelijke manier om hem te verslaan. Oh, jeez. Die staan mij een beetje te dicht bij basis. Daar ben ik het niet mee eens. Dit is dus ook weer een nieuwe gimmick van Pikmin 2. Vijanden die in één keer spontaan uit de lucht kunnen vallen. Dit is gevaarlijk. Want buiten dus zeg maar de vijanden die we nu hebben gezien, hebben we dus ook heel veel andere vijanden die nog eens een keer uit de lucht kan vallen. Hier hebben we een yellow candy cane butt. Dus kunnen we eventueel nog meer Pikmin veranderen in gele Pikmin. Zoals bijvoorbeeld rood zouden we nou kunnen veranderen in geel. Maar ik denk dat we hier ondertussen wel genoeg gele bij ons hebben. Plus gele kunnen we voortplanten in de bovenwereld, in tegenstelling tot de rode en gele. Oké, we hebben hier een treasure. Die ziet er best wel groot uit. Jij probeert te sparken, maar dat werkt niet. Want je hebt geen teammaatje bij je, helaas. Oh, daar zit je teammaatje. Ah, ja, die zit te ver weg, hè. Oeh, jij hebt nog wel een teammaatje. Jij bent dangerous voor andere Pikmin. Ik weet niet. Ik vind stroombeesten... Oh, die zijn zo gevaarlijk. Maar geloof me, er zijn nog vele gevaarlijkere beesten. En daarvoor ben ik blij dat we purple potions bij ons hebben. Maar daar komen we later wel achter. Goed. Jullie zijn ook uitgeschakeld. Oh. Hoeveel hebben we er daarvoor nodig? 20. Zo. Nog eentje? Oké.
Ik denk dat die wel veilig zouden komen. Ik denk niet dat er echt iets met hun zou gaan gebeuren. Eieren, ondanks dat al je Pikmin zeg maar flowered zijn. Want ik heb net zeg maar degene die geflowered waren, die heb ik gelijk eventjes weer een flower gegeven. Ja, dat zijn de 10. Pikmin die dus zeg maar geflowered zijn. Of als je dus al je Pikmin geflowered hebt. Eieren wil je blijven breken omdat er namelijk ook potions in kunnen zitten. En zoals jullie weten, potions die zijn enorm sterk. Die hebben ons net heel erg goed geholpen. Ik ga heel even mijn Olimar nog heel even rondkijken. Want die andere treasures die worden hier nou naartoe gebracht. En ik denk eigenlijk niet dat we hier nou ons zorgen hoeven te maken nog over vijanden. Ligt hier nog een treasure ergens? Oh nee, dat is... jullie komen net langs met een treasure. Muziek. Ken ik hier? Ken ik? Juist. Oké. Hoe heet zo'n ding ook alweer? Iets met X. Xylofoon of zoiets zit in mijn hoofd, maar ik zal het waarschijnlijk zeker fout hebben. Oké, nou we wachten hier heel eventjes totdat de Pikmin de treasures hebben gebracht. We hebben nog steeds alle 100 Pikmin, dus we zitten goed. Wat is dit voor ding? Och, dat is zo'n klapding. Harmonic Synergizer. Nee, dat is zo'n ding, zo'n muziekinstrument waar je zo klap, klap, klap kon doen. Dus Castellet geloof ik dat heet. Weet ik niet zeker. Ik ben niet echt heel erg goed met muziekinstrumenten. En die andere, dat is een autoradar ding. Het is een meter van iets. Director of Destiny. Is dat soms een muziek? Nee, lijkt wel een... Oh, het is gewoon een kompas. Nou zie ik het, het is gewoon een kompas. Director of Destiny. Haha, heel leuk verzonnen. Oké, nou we hebben weer deze cave ook weer helemaal gehaald. Dus op naar de volgende cave. Tot nu toe gaat hij lekker. We hebben pas 3 levels gedaan, maar we hebben al behoorlijk veel gevonden. Dus ja. Cluttons Kitchen, sublevel 4. Oké, nou hoop ik dat alles nog zo lekker soepel blijft lopen als dat het eerder al is gelopen. Want ik herinner me dat er ergens in een van deze vloeren een heel gevaarlijk beest zit. Dus ik wil eigenlijk hier mijn hele team bij elkaar houden. Hopelijk dat hier geen stroomhazards of iets in die trend zit. En dan zit hier wel een breadbug. Nou kan ik jullie wel vertellen, voor iedereen die aan het meespelen is. Op het moment dat je dit zeg maar zo aan het spelen bent. Deze floors worden totaal gerandomized. Dus er zit geen strategie in. Het is gewoon echt Binding of Isaac stijl. Elke vloer... Holy snijvogels! Oh jeez. Dat is een gevaarlijk beest. Dat is een heel gevaarlijk beest. Eet steen. Op het moment dat je paarse potion gebruikt, versteent hij gelijk. Most impressive, the fierce beast became as hard as stone in a mere instant. The ultra bitty extract seems to have a side effect that stops beasts in their tracks. Ja, zeker heel erg handig. Dit is de Spuddy Bulborb. Een van de gevaarlijkste Pikmin vijanden die er dus zeg maar in het spel zitten. En ik wil geen Pikmin kwijtraken, dus vergeten hebben we... Oké, we hebben hem. Zijn we Pikmin kwijt? Nee, we zijn geen Pikmin kwijt. Goed zo. Dat beest is extreem gevaarlijk. Dat beest dat neemt alle mini Spuddy Bulbmin of Bulbear of hoe dat ze ook heten, die neemt hij zeg maar mee. En dat beest slaapt nooit. Dit is mijn tweede take van deze vloer. Omdat het eerste moment dat ik hier aan het kwam, was ik dus zeg maar de Pikmin aan het sorteren. Toen kwam hij al gelijk om de hoek heen en had ik geen tijd om te reageren. Waardoor dat hij dus al gelijk 30 Pikmin had weggejast. Dus Oh, nee. Daar raakten we bijna Pikmin kwijt aan een Bob, aan een breadbug. Oh my jeez. Maar goed, ja, dat was dus heel eventjes fout gegaan met, die opname. En we hebben een Haribo-zakje gevonden. Door de opwinding heb ik eigenlijk niet meer goed kunnen zien wat het was. Ik hou hier heel mijn team even bij elkaar. Als ik me niet vergis, de Spuddy Bulbear, op het moment dat hij verslagen is, zoals je zou net met verstening, dan komen er dus zeg maar heel veel potions uit. Potions, kan er dus nectar uitkomen van alles. Oké, nou, we hebben hier nog een kleintje. Ik wil gelijk op ons... Oh boy. Niks meer.
Je krijgt er geen één. Ben ik even duidelijk daarin? Paas erop. Oh, nee. Kill. Die zat toch om het hoekje gesneakt. Oh, ik haat deze vijanden. Oh. Stress. Oké, we killen ze allemaal. Oké, dan wil ik eventjes zeker weten, want dat daarboven is een treasure. Wil ik zeker weten dat het de weg naar huis veilig is. Zo te zien wel. Oh, dat is ook een treasure. Het ziet er veilig uit. Ik mis één Pikmin. Nou, trouwens, doe die witte maag. Ja, mooi. Wat loopt daar? Oh. Ik weet dat hij je net in één keer van achteren besloopt, maar dat wil niet zeggen dat je hem mee hoeft te nemen, want hier heeft dat geen nut, rooien. Dank je. Oké, nou voor deze hebben we volgens mij alleen maar gele Pikmin nodig, omdat dat zijn de enige Pikmin die zo hoog kunnen komen. 20, zo. Is het nou veilig hier? Kan ik nou veilig ademhalen? Oké, volgens mij zijn dat toch 3 treasures. En die Haribo was iets van 100 poko's waard of zo. Ik weet nog niet eens wat de naam er was voor. Zo erg gestrest was ik over die Spotty Ball Bears. Jeez. Oh, die zijn zo erg. Die zijn echt zo erg. Je kunt ook zo in één keer heel veel Pikmin in één keer er te grazen nemen. Zeker als je het niet door hebt. Oké, we hebben een bonbon te pakken. Dit ziet er smakelijk uit. White goodness. Nou, als je een liefhebber bent van witte chocolade, dan ja, inderdaad. Ik zal hem niet te lang laten zien, want anders maak ik de kijkers nog honger. Hongerig. Kom eens aan van... Mam! Zo. Sorry. Mag ik een chocola? Oh, ze hebben gelijk ook... ze zijn gelijk die pretmin ook aan het verzamelen. Ach ja. Nou, wat blijft ons kopje? Koffiekopje. De held van de dag. Ah, daar is hij al. Held van de dag, het koffiekopje. Wauw. Ze hebben het op die manier dan... Invigorator! Koffiehouder. Dus. Oké, nou, er waren 3 treasures hier. We gaan, weet je wat, we doen gewoon een floor. Maakt mij niet uit hoe lang dat we al in deze aflevering zitten. Dankzij die knip, past en keesten. Ja, als het echt heel erg boeiend zou zijn, zou ik het ook zeker laten zien. Als het in één keer totaal uit het niks komt. Net zoals deze bolbeer. Maar je zag er nog niet eens beeld. Dat was het nadeel. Dus ik was namelijk met de gele op pad. En in één keer zie ik heel mijn Pikmin nummer in één keer omlaag gaan. Dus ja, daarom laat ik het nou niet zien. Omdat ja, het was niet echt zo erg spectaculair. Maar goed. Oh boy, zit er hier weer één. Oh boy, ik maak me nou zorgen. Ik hou mijn hele team bij elkaar. Zit... Oh, nee. Oké. Ik denk dat ik hier echt mijn attack team voor nodig ga hebben. Oh, die heeft ons genodigd. Nee, je ziet ons niet. Oké, paars team. Paars team, jij ook. Jij ook. Oké. In de aanval. Oké, we hebben ze. Ik zijn geen paars kwijtgeraakt, dat is alleen maar gunstig. Hoe meer dat we de killen, des te beter. Die vijand die we daar net zagen, die steen spuugde. Die we hier ook al zelf eentje hebben. Die zijn... Oh, daar zit het hier helemaal vol mee. Die steen kan elke Pikmin killen. En ik kan zo in één keer een heel team demolishen. Oké, spring gewoon bovenop hem. Nee. Oké. Okay. Niemand kwijt? Die kan dus in één keer een heel team ook weer, neerknallen. Die zijn zeer gevaarlijk. Deze cave zit vol met gevaarlijke vijanden. Oh boy, we hebben aandacht. Oké. Okay. Jeetje zeg. Kunnen we er nog meer vijanden bij gooien? Weet je zeker dat je er genoeg vijanden bij hebt gegooid? Jeetje. Ik bedoel serieus, die Spuddy Bob... Bin... Bob... Weet ik hoe dat ze heten. Alsof dat er niet moeilijk genoeg was. Nee, laten we er ook eventjes gelijk... staat het team erachter wel fijn? Ik vind dat het erachter fijn is. Oké, kom maar jongen. Ik ben klaar voor je gestenigheid. Ook hier weer paarse Pikmin. Enorm handig om die te gebruiken tegen deze vijand. Op het moment dat hij
Pikmin zeg maar van zich afslaat, wil hij gelijk een steen proberen te gooien in die richting. Dus zorg ervoor dat je je Pikmin wel gelijk veilig hebt gesteld. Niet dat er nog een Pikmin daar bijvoorbeeld ligt, want serieus, een steen... Nou, ik vind het niet gek dat de Pikmin daar niet tegen kunnen. Ik zelf zou er ook niet tegen kunnen. Oké, dan hebben we daar nog een treasure. En dan weet ik dat er daarachter nog eentje zit. Oh. En die zit hier in de... We kunnen met paar... Oh boy, we hebben een paar trage paarsen ertussen zitten nu. Stun. Je gooit ze er vanaf op het moment dat ze je net ge... Maakt niet uit. Oké, nou, we hebben in ieder geval een paarse candy cane bud. Dus we kunnen meer purples maken. En geloof me, purples heb je nooit genoeg. Nou, volgens mij hebben we wel alle vijanden nou gedaan. En... als je dus zeg maar zoiets tegenkomt, zoals ik al zei, rood zijn de minst waardevolle Pikmin in Pikmin 2. Wil je daar eigenlijk dus altijd je rode Pikmin voor gaan gebruiken. Dus heb je gele bij je? Heb je blauwe bij je in het latere stadium van het spel? Geloof me, hou het op de rode. Oké, dat ding wordt meegenomen. Dat is echt een enorm groot ding zelfs. Laten we eens heel even kijken, want er lag erachter lag er ook nog iets. Maar eerst heel eventjes een paar paarsen erbij maken. Oh, ik denk al bij mij van... die introductie van paarse Pikmin die hebben we al gehad, maar... dit is wel heel erg ver uitgezoomd. 150 Poco's. Een Soul King Antenna. Nou, dat ziet er heel erg boeiend uit. Geweldig. Oké, 150 bakkels. We zitten op 40% van de dep, maar dat krijgen we nou niet te zien. Aangezien dat we ondergrond zitten. Dus dat krijgen we pas boven ons weer te zien. Ik ben echt altijd heel erg bang dat ik per ongeluk een gele ingooi of zo. Oké, we hebben in ieder geval weer een paar paarsen erbij. Oké, mooi. Jullie. We hebben nog hier een andere treasure die we nog even op kunnen halen. Dus die wil ik ook even gelijk meenemen. Als het goed is, is het nou hier veilig om hier rond te lopen. Even kijken, waar zit hij? Daar zit een cave. Ah, hier zit hij. Het nadeel is, we hebben nou een paar paarsen bij ons. Dus echt, die paarsen die moesten nog zelfs komen. Zo erg was het. Ik ga jullie gewoon zeggen, jullie nemen dit mee. Ik weet nog niet eens wat het is. Oh! Ik schrik me suf! In één keer naast je, splash! Jongens, wacht eventjes. Ik schrik me suf. Eieren die in één keer uit de lucht kunnen vallen. Hartstikke handig! Maar ik schrik me suf. Wacht eventjes, er waren nog een paar gedeflowerd van ons andere team. Dus ik denk dat het eigenlijk niet verkeerd is om eventjes onze team samen te voegen en daar eventjes de nectar voor te gebruiken. Ik bedoel, het is een gift, dus waarom ook niet? En hey, 150 Poco's voor een magical stage. Is dat niet zo'n ding die vroeger, zeg maar, daar zag ik altijd, zeg maar, dames bij rondlopen op school. Had je altijd van die meisjes die hadden dan zo'n spiegeltje of zo. Zo'n make-up spiegeltje was dat volgens mij. Sorry als ik het verkeerd heb. Nogmaals, dit is iets wat ik vroeger altijd zag. Oké, die hadden dan een andere logo. Dat had je dan van My Little Pony. Zoals dat die vroeger was, zeg ik er heel eventjes bij. Die had hem van Barbie, had ik ze ook nog gezien. Mijn zus die had er volgens mij vroeger ook eentje, dat weet ik niet zeker. Maar ja, lekker belangrijk. Goed, we hebben hier in ieder geval alle caves. En ik vind dat we best wel veel progress hebben gedaan in deze aflevering. Ik bedoel, serieus, we hebben een paar van de moeilijkste levels. Nou ja, in het begin was het even makkelijk. Daarna werd het in één keer hartverzakkend. Dus ik dank jullie voor het kijken. Heb je een leukste momentje? Laat het weten in de reacties. Als je daar tijd voor hebt, laat een like achter als je daar natuurlijk tijd voor hebt. Morgen gaan we verder. Zoals jullie weten, geen Terraria op het moment. Aangezien dat een van de spelers die is op dit moment op vakantie. Dus die kan er niet opnemen. Dus dat wordt volgend jaar pas weer. Maar Pikmin gaat gewoon door. Dus ik hoop jullie morgen allemaal te zien. Dan gaan we dieper deze cave in. En zien we wel wat we daar tegen gaan komen. Ik dank jullie voor het kijken. Ik hoop jullie allemaal te zien met de volgende aflevering van Pikmin. Dank voor het kijken, jongens. Doei!